de VMBO-leerlingen zijn de motor van de samenleving. En die hebben we gewoon keihard nodig met z'n allen. Nederland veranderen doen we samen. De beste ideeën komen niet alleen uit Den Haag. Sterker nog, komen meestal niet uit Den Haag. Die komen uit de samenleving. Meester Bart leert ons dat het VMBO de prachtigste plek is om te werken. Dat er kinderen zitten met talenten en met dromen. Maar dat er nog te weinig kansen zijn voor deze kinderen om op te klimmen. Op het moment dat de centrale examens beginnen voor de HAVO-leerlingen, dan staat dat in de krant. Terwijl de VMBO-basiskaderleerlingen in 3 maanden daarvoor al zijn begonnen en er is geen haan die daarnaar kruit. Als een leerling tegen zichzelf al zegt of tegen mij zegt van zie je wel meester, ik ben niks waard, dan is dat iets wat gewoon ontzettend pijn doet. Niet alleen mij, maar vooral de leerling. Wij kunnen heel lang blijven praten over ja, dat doen wij verkeerd, maar dat is nu tijd dat wij stappen gaan zetten. In de stad zitten de kathedrale gymnasia en op een quasi industrieterrein zit de VMBO-school. En ik denk dat dat niet oké is. Dus ik zou het heel fijn vinden om meer brede schoolgemeenschappen te zien. Omdat ik de middelbare school echt als een ontmoetingsplek van kinderen zie. Het is zo zonde dat wij die kinderen elkaar niet meer laten ontmoeten. En het is zo jammer dat wij dat als volwassenen steeds minder makkelijk lijken te kunnen. Kinderen zijn daar eigenlijk heel makkelijk in. Het is nou eenmaal zo dat HAVO-VWO-docenten meer verdienen dan ik als VMBO-docent. Ik denk dat het eeuwig zonde is, want die VMBO-leerling heeft ook die docent nodig. En moet je dan echt verschil gaan maken in het salaris? Ik denk het niet. Ik denk dat het vrij gelijk mag. Stapelen is iets wat ik zelf ook heb gedaan en wat een hele tijd uit mijn boze was, wat ik nooit helemaal heb begrepen. Als jij een lagere schooladvies meekrijgt vanuit groep 8 naar de middelbare school, dan denk ik juist dat er ook een aantal leerlingen zijn die denken van hé, ik wil toch op de universiteit belanden of ik wil toch een hbo-diploma gaan halen ooit. Waarom zou je dan zeggen dat stapelen niet mag? Ja, er moet wel het een en het ander gebeuren, maar het is niet een kansloos idee. Nee, het is een ideaal wat wij zoveel mogelijk naar moeten gaan streven, denk ik. En volgens mij is het minder moeilijk dan dat wij denken.